De pandemie heeft de wereld gedwongen de nauwkeurigheid van de gegevens uit China in twijfel te trekken en onderzoek te verrichten naar de kloof tussen de waarheid en het verhaal van de Chinese Communistische Partij. Die twijfel strekt zich uit tot de economie. Maar sommige Chinezen hebben hun ontsnappingsplannen al jaren geleden in gang gezet. Sommige Zuid-Europese landen hanteren al jaren zogenaamde gouden visa of gouden paspoortprogramma's. Die programma's geven mensen van buiten de EU de mogelijkheid lange termijn visa te verkrijgen of zelfs genaturaliseerde burgers van die landen te worden, eenvoudigweg door de aankoop van onroerend goed. Landen die dit beleid hanteren zijn onder meer Spanje, Portugal, Cyprus, Griekenland en Malta. Historisch gezien waren het bijna altijd de Chinese burgers die er het meest gebruik van maakten. Het Arabische nieuwsnetwerk Al Jazeera maakte bekend dat gelekte documenten die bekend staan als de Cyprus-documenten onlangs hebben onthuld dat meer dan 1/3 van de gouden paspoorten afgegeven door Cyprus van 2017 tot 2019 naar Chinezen gingen. Het gouden paspoort van Cyprus geeft visumvrije toegang tot meer dan 20 EU-landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. De ideale springplank voor rijke Chinezen die willen immigreren. De informatie van 8 personen die deze paspoorten verkregen is openbaar gemaakt. Miljardair en zakenvrouw Yang Huiyan, de rijkste vrouw in Azië, is één van hen. Yang heeft een projectontwikkelingsbedrijf in Zuid-China en doet zaken in het hele land. Volgens de lijst van 's werelds rijkste vrouwen in 2020 van Forbes staat Yang op nummer 6, met een geschat vermogen van meer dan $20 miljard. Op de paspoortlijst staan ook meerdere leden van het Nationale Volkscongres van China en van de Politieke Consultatieve Conferentie van het Chinese Volk. Deze actie wordt in die kringen stilgehouden, omdat Chinese politici hun nationaliteit niet mogen veranderen terwijl ze posities binnen het regime bekleden. Op de lijst staat ook de directeur van een staatsenergiebedrijf, China Resources Power, en 2 veroordeelde zakenmannen, Zhang Keqiang en Li Jiadong. Zhang werd eerder veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf wegens omkoping. De VS legde Li een sanctie op voor het witwassen van meer dan $100 miljoen voor een Noord-Koreaanse hackinggroep. Het document vermeldt nog 11 andere Chinese aanvragers, maar hun namen zijn niet bekendgemaakt. Gerelateerde gegevens tonen dat bij deze 11 aanvragers ook CEO's zitten, evenals voormalige leiders van een investeringsbank en het hoofd automatisering van een farmaceutisch bedrijf in Hongkong. Vanwege de financiële crisis lanceerde het mediterrane land Cyprus het immigratieprogramma. Dat was ontworpen om niet-ingezetenen aan te moedigen daar onroerend goed te kopen en tenminste meer dan €2 miljoen te investeren voor een gouden paspoort. Dat is een goede deal voor veel leden van de Chinese Communistische Partij en zakenlieden. Eén Chinese zakenman, Mr. Zhang, zei tegen Radio Free Asia dat het riskant is om nu in China te wonen. Hij zei: "Het risico is het gevolg van de waanzin en impulsiviteit van CCP-leiders. Het zal de rijkdom die mensen decennia lang vergaarden in as doen veranderen. Niemand kan zich zulke verliezen veroorloven. Niemand zal zijn gezin en fortuin op het spel zetten voor de waanzin van Peking. Sommige rijke Chinezen maken gebruik van deze kans, maar minder rijke mensen hebben moeite met het vinden van goedkope manieren om het vasteland te verlaten. Mevrouw Sun is een voormalig inwoner van de provincie Guangdong. Ze beschrijft zichzelf als, zoals de regering het noemt, de onderkant van de bevolking. Een maand geleden slaagde ze erin de grens over te steken met haar 11-jarig kind en nu is ze in een klein Zuidoost-Europees land. Ze vertelde Radio Free Asia dat China een zinkend schip is en er is geen weg terug. Ze zei dat ze haar ontsnapping in 3 maanden had gepland.